Maker is niet alleen een verhaal dat uit de verbeelding is geboren, het was de eerste dagen van september 2015, een ontroerende scène werd uitgezonden in de nieuwsmedia. Het kleine lichaam van een jongen gekleed in blauwe korte broek en een rood shirt werd opgeschrikt door de wateren van de Middellandse Zee. Het was de kleine Elan Kurdi, die schipbreuk leed met zijn ouders toen ze het geweld uit hun land ontvluchtten. En toen ik de kleine jongen vond die helaas dood was door verdrinking, mengde ik het ongeluk van de kleine Elan met de duizenden ongelukkige zielen met mijn eeuwige lopen door deze landen, omdat ik, toen ik jong was, leerde wat het is om te genieten, te lachen, te lijden en te huilen. Ik had vreugde en opluchting. Ik zag ook het plezier van weinigen en lijden van meer dan de helft van de wereld. Bovendien heb ik het lijden van vele duizenden gezien en geniet van een paar. Kijkend naar de lucht stelde ik veel vragen, maar ik heb nooit een antwoord gevonden. Op eigen initiatief wil ik getuige zijn van het begin van de apocalyps. Ik ben van plan hieraan bij te dragen evenement. Met weinig kennis van religieuze gebeurtenissen sleepte ik personages die mijlpalen markeerden in de Bijbelse geschiedenis. Ik zette ze op mijn weg om de wereld te redden waar we leven, een wereld genaamd Aarde, die een man genaamd Peter wenst te noemen. Het paradijs, de man met de naam Peter heeft een kans in zijn leven na de dood, in zijn hulpeloosheid ondanks zoveel misbruik. Hij probeert te bemiddelen met de maker, hij stelt ook veel vragen aan deze. Dit lukt alleen om te antwoorden, dus ik dingen doen, niemand kan mij verwijten maken, niet sterfelijk durven te ongehoorzaam zijn, zo zou zijn ontwerp zijn, dus deed hij ze en zo zal het voor altijd zijn, want dat is zijn wet. Reageer op Peter, Peter is het daar niet mee eens, je hebt het mis, het lijkt erop dat je je onderdanen haat, je een goede ziel laat lijden en je de perverse genoegen schenkt, je gelovigen verliezen vertrouwen in jou. Ze verliezen vertrouwen in de schepper, dat lijkt weinig uit te maken voor de maker die er alleen op staat degene te straffen die zijn wil durft uit te dagen. De man genaamd Peter, negeert het verzoek van de schepper, werpt zich naar de aarde, draagt een taak met zich mee, het ontdoen van het kwaad. Peter zal niet alleen zijn, met hem een oneindig aantal engelen gaan, omdat de schepper zijn beslissing niet kan vermijden bedekt hen met zijn gratie. Vraagt niet dezelfde fout te maken van de gevallen engelen, vraagt om te leren zijn naaste lief te hebben, dat is niet de bedoeling van Petrus, hij zal strenger zijn in zijn gretigheid om de aarde tot een te maken. Paradijs, boek verkrijgbaar in Amazon Bookstore.